Hey, Wesley. Oh. En de rest. Dit is een testopname. Ik in documentaire. Nee hoor, het is gewoon even een testje voor ik op vakantie ga. Bovendien leuk om mijn vrienden te laten zien waar ik werk natuurlijk. Hè. Zo, even mijn kantoortje laten zien. Zo. Ga je vakantie, of tenminste, dat ding heb je ook de vorige keer ook al mee gehad. Vorige keer? Nee hoor, het is de eerste keer dat deze bij me. Vorige keer heb je een andere mee. Nee hoor, ik had vandaag pas voor het eerst zo'n ding mee. Oh, je bedoelt ja, Tour de Shadow. Ja. Ja, dat was deze. Maar daarna is die gerepareerd en was kapot. Nou, dat is dus waar ik zit. Hoort er zitten. Wat ideetjes voor de opmaak van een nieuwe zoeksite. Pamela Anderson. Dan hoort hij dus uit te zoomen. Doet hij dit niet. En daar tegenover mij zit normaal Claudia, maar die is nu op vakantie, onze PR-medewerkster. En daar zit normaal Marcel, die is op bezoek bij een klant. De directeur is zoals gewoonlijk ook weer druk aan het werk. En hetzelfde geldt voor Joyce, die er dus ook niet is. Nou, dan wordt hier weer hard gewerkt. Daar hebben we Sander. Yo man. Yo. Ik ga jou een verhaal vertellen. Vertel. Kom er even bij. Oké. Goed. Maar even zoeken met die jongens. Ja. Dan geef hem weer een les. Erik. Hoe vermoed ik Erik binnen 10 seconden? Hoe wat? Sorry? Hoe vermoed ik Erik? We gaan Erik even een Satan maken. Oké. Zo. Even inzoomen. Kijk. Zo zag Erik er van de week uit, want Ferry, onze chef, die is weg. En die kan het allemaal niet aan. Toen kwam allemaal stoom uit zijn oren. Toen werd hij helemaal gek. Toen is hij getransformeerd in die duivel. Echt hoor. Hij geloofde het uit niet, maar het is echt waar. Kijk, hij loopt hier. Normaal ziet hij er heel lief uit. Ja, maar die loopt hier weg. Hij gaat nu net doen of hij niks weet. Precies. Dan moet ik je nog wat laten zien. Hey Berend, yo. Hoe gaat het met je turbo? Een slideshow maken. Nita. Mag ik even inzoomen? Even kijken. Ik heb Parkinson, kijk. Je zit er te dichtbij, dat werkt niet echt. Dit is Nita. Dit gaat wel aardig, ja. Gaat wel. Hier is ook Anita. Oh ja, rechts. Ja, Anita die komt op zoek werken en Roy is een beetje gek van Anita. Maar dan hoorde die dat ze net weer een vriendje had gekregen. Daar was ze niet zo blij mee. Ik heb hier nog een foto van Anita. Hier speelt ze Peppy van Peppy en Kokkie. Oh ja. Maar dat werd al gauw Pijpje en de Pijpje is een kokkie. Dus, het kon ook niet uitblijven. Dat is niet in het verhaal erachter. Oké, je hebt de show gestolen. Ja, dat is wel duidelijk. Waar is de video eigenlijk voor? Het is gewoon een testje om even thuis te laten zien waar ik op de dag uithang. Oké, nou, groet aan je papa en mama. Je komt die dingetje die je ook nog zien krijgt. Zo kan die wel weer, Sander. Dit wordt eruit getipt natuurlijk, hè? Snap je wel. Zo. Even op zoek bij Snoep van Zoek. Wat is daarop uw antwoord? Ja, ik ben Snoek van Zoek. In de hoek van Zoek. Ook dat? Hey, Lize. Hi. Elise komt altijd graag op tv, zijn ze net. Ik heb aspiraties om gehoord te worden. Jij ook?
Oh ja, tuurlijk, ja. Ja. Minder dan de. Minder dan de. Zie je het? Internationaal uitgezonden of niet? Ja, zeker. Nou, dat is wel nieuw voor mij. Nou, dit was dus Snoek van Zoek. Dat is toch weer wat bezet dan krijg je het plaatje bij de NCO. Nou, daar wordt dus zoals gewoonlijk weer niet gewerkt. Oké, ik heb nog gewerkt. Dus dit is mijn top 10 betaald. Ah, daar kreeg ik een reactie. De heer René Katerberg. En de heer Maurits. En nog een stelletje. Keukentje. Nou, misschien weet je nog iets. Voer maar een leuk showtje op of zo. Die heeft een moeder gevallen. Een tientje, ja, hij wil 10.000 gulden en dan krijg ik er 1% van. Weet je niet of de Akira in de lucht zit als die eruit ligt? Nee, alles is te plat. Akira. Oeps. Ik kan. Oh, dat is de naam weer gosnaar voor. Oké, dat is all, folks.